Het scheelt 1,5 miljard euro, maar toch komt er ook het komende jaar minder gas uit de grond in Groningen. Toch staan de Groningers nog niet te juichen. Hij volgt het advies van de Raad van State wat wij met elkaar afgedwongen hebben. En dat is al het minste wat hij doen kan. En verder in het nieuws vandaag. De politiek wil af van de milieuzones. Utrecht en Rotterdam piekeren er niet over. En de Nederlandse handbalvrouwen staan in de WK-finale. Goedenavond. Het kabinet kiest voor veilig en niet voor het geld. De gaskraan in Groningen gaat volgend jaar verder dicht. Er mag dan maximaal 27 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Minister Kamp volgt een uitspraak van de Raad van State. En daardoor loopt de schatkist 1,5 miljard euro mis. Maar krijgen de Groningers hopelijk minder te maken met aardbevingen. Er zit nog voor jaren en jaren gas in de Groningse gasbel. Maar onbekommerd oppompen zoals we jaren gedaan hebben, kan niet meer vanwege de veiligheid van de Groningers. Dit kabinet zegt de productie maximaal terug te schroeven. Ons hele land draait op aardgas. Dat betekent alle fabrieken, alle kantoren, alle huizen, die worden allemaal verwarmd met Gronings gas. Je kunt dus niet verder omlaag. We kunnen niet het hele land in de kou zetten. De gasproductie is de afgelopen jaren bijna gehalveerd tot 27 miljard kuub. En ook volgend jaar mag er dus niet meer gewonnen worden. Het verminderen van de productie lijkt te werken, want ook het aantal aardbevingen is in de afgelopen jaren afgenomen. Van 77 in 2013 naar 46 voelbare bevingen dit jaar. Maar daar hangt een prijskaartje aan. De gasbaten zijn de afgelopen jaren met 7 miljard euro afgenomen. Op dit moment moet dat gewoon met het oog op de veiligheid van Groningen. Moet de gaskraan gewoon verder dicht. Het is niet anders. Over 5 jaar hoopt het kabinet de productie nog verder terug te kunnen dringen. En we gaan naar Kees van Dam, die is in Groningen. Ja, het kabinet kiest dus voor veiligheid, dat zegt minister Dijsselbloem net, maar ook minister Kamp. Maar in Groningen zijn ze nog niet tevreden, hè? Nee, dat is inderdaad een goede samenvatting van de reacties hier. We spraken met de Groninger Bodembeweging. Dat is een vereniging die opkomt voor de belangen van zo'n 3000 getroffen gezinnen. En ook met de gedeputeerden van de provincie die over gaswinning gaat. En zij zeggen beide, ja, er lag gewoon een uitspraak van de Raad van State, van de rechter, precies een maand geleden. Die hield in, er mag niet meer gas naar boven komen in Groningen dan 27 miljard kuub. En is hun analyse, minister Kamp heeft zich vanmiddag gewoon keurig aan die uitspraak gehouden. Die uitspraak heeft hij gewoon heel netjes gevolgd. Hij heeft feitelijk zich gewoon gehouden aan die beslissing. Niets meer, niets minder, maar hij heeft geen besluit genomen om het naar beneden te brengen. Had u daar wel op gehoopt? Ik had daar uiteraard op gehoopt. Misschien is dit wel vanuit de ministersperspectief een logisch getal. Maar ik vind het vanuit veiligheidsperspectief geen logisch getal. Want wat had u liever gezien dan? Nou, nu al bijvoorbeeld naar 24 en dan snel door naar 20 en daarna nog lager. Gewoon weer een stap zetten. Zodat Groningers ook zien van het gaat om onze veiligheid. Die staat centraal. Maar het gaat nooit meer omhoog, hè? Nee, dat is het goede nieuws. Het gaat nooit meer omhoog. De gaswinning zal altijd de komende jaren alleen maar naar beneden gaan. Dit moet het begin zijn. En wij weten wel dat wij ze altijd moeten afdwingen. En dat hier met meneer Kamp niets automatisch gaat en ook niet soepel. Maar we blijven aan de gang. Het moet naar beneden. Het kan niet zo zijn dat burgers in dit gebied de lasten moeten dragen eenzijdig van de gaswinning. Dat kan niet zo zijn. Niet tevreden, maar het begin is er. Hij volgt het advies van de Raad van State wat wij met elkaar afgedwongen hebben. En dat is al het minste wat hij doen kan. Ja, Kees, een beetje opluchting is wel te bespeuren, maar het wantrouwen zit diep daar. Ja, dat wantrouwen zit natuurlijk een beetje bij bestuurders, maar met name bij gewone Groningers. Want die zeggen, ja, we zien al jaren en ook recentelijk weer allerlei hele officiële en deftige rapporten langskomen, waarvan de teneur telkens weer is, het valt eigenlijk wel mee in Groningen. Er komt er ook nog eens bij dat als er dan een besluit valt wat volgens de Groningers dan goed is, namelijk dat er minder gas wordt gewonnen, dan is dat besluit altijd afgedwongen via de rechter en is het nooit een goed idee geweest vanuit de minister in Den Haag. En vandaar dat de conclusie aan het eind van deze dag misschien wel moet zijn dat die kloof tussen Den Haag en gewone Groningers nog altijd blijft bestaan. Kees, dankjewel.
En heeft dit gasbesluit nou ook nog gevolgen voor de economische groei? Ja, zegt het CPB. Volgens hun berekeningen zou de economie volgend jaar met 2,3% groeien. Maar door dit besluit komt die groei lager uit, net boven de 2%. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën is dat goed genoeg. Er zijn geen extra bezuinigingen nodig. Milieuzones in steden, ze zijn een last voor inwoners en ondernemers. Die weten niet meer waar ze met welke auto of bestelbus mogen rijden. Bovendien zijn ze overbodig geworden, dat vindt de Tweede Kamer. Die wil er vanaf. Ook minister Schulz ziet de zones niet zitten. Maar Rotterdam en Utrecht trekken zich daar niets van aan. In Rotterdam mogen vrachtwagens al een tijdje een deel van de binnenstad niet meer in. Vanaf januari komen daar ook personenauto's bij, diesels van 15 jaar en ouder. En het gebied wordt uitgebreid. Nou, wij verwachten met onze maatregelen die we per 1 januari invoeren dat de luchtkwaliteit in 2018 met 40% is verbeterd. Dus 40% minder roetdeeltjes in de lucht. Maar Rotterdam wil, net als Utrecht, dat er een duidelijk landelijk verkeersbord komt voor milieuzones. Nu is het een beetje een ratje toe. Het is de vraag of dat er nu komt. Er is nu een bord wat niet helemaal ideaal is. We doen het ermee. Ook de politie kan ermee werken. En we kunnen op basis daarvan ook eventuele boetes uitdelen als mensen zich niet aan houden. Maar de politie zegt we hebben eigenlijk behoefte aan een beter bord. De Kamer die zegt u mag niet een verkeersbord maken voor al die steden. En dan moet ik even naar kijken hoe ik dat dan ga doen. Je ziet het hem bijna denken. Het einde van het automobilistje pesten is in zicht. Peter Staal van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub vindt de milieuzones helemaal niets. Met of zonder landelijk bord. Wij zeggen het bord ontbreekt. Wat ze nu in elkaar hebben gezet, dat kennen we niet in de Wegenverkeerswet. Dus dat moet van tafel. En hoe gaat u dat bewerkstelligen? Nou, daarvoor zijn we naar de rechter gestapt. En 21 januari hopen we daar een positief bericht over te kunnen naar buiten kunnen brengen. Rotterdam en Utrecht willen snel overleg met de minister. Ja, en of milieuzones nu veel effect hebben op de luchtkwaliteit is niet helemaal duidelijk. In Utrecht werken ze aan een evaluatie. Maar in Duitsland heeft de ADAC, zeg maar de Duitse ANWB, een vergelijking gemaakt. Tussen 8 steden met en 8 steden zonder een milieuzone. En daaruit blijkt dat er geen of nauwelijks verschil is. Dan de rellen rond de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen. Woensdagavond was dat. Van de 14 mensen die zijn opgepakt, blijven er 8 langer in de cel. Van wie er 2 minderjarig zijn. De rellen braken uit woensdag tijdens de raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum. Intussen krijgt de politie veel foto's en filmpjes binnen van de rellen. Ze verwachten zo meer relschoppers op het spoor te komen. Ondanks een oproep heeft nog niemand zich vrijwillig gemeld. Hé, nee, dan naar buiten! Van de 14 mensen die werden aangehouden kwamen er 4 uit omliggende gemeenten. De 8 die vast blijven zitten worden verdacht van openlijke geweldpleging. De 6 mensen die nu vrijkomen worden verdacht van minder ernstige feiten. Ondertussen onderzoeken het OM en de landelijke eenheid wat er precies is gebeurd toen een vrouw zwaar gewond raakte bij de rellen. Het voorstel om 1500 asielzoekers in Geldermalsen op te vangen was een idee van de gemeente zelf, niet van het COA of de provincie. Geldermalsen wilde een groot centrum omdat het efficiënter, veiliger en goedkoper zou zijn. Frankrijk doet ultradunne modellen in de ban. In een nieuwe wet staat dat ze voortaan een verklaring van de dokter moeten hebben dat ze een gezond gewicht hebben. Zo niet, dan kan het modellenbureau een boete verwachten van 75.000 euro... of erger, een half jaar gevangenisstraf. Modellen zijn er niet in alle soorten en maten. Ze zijn bijna allemaal lang en dun, soms ongezond dun. Door hun voorkomen zetten ze anderen aan tot extreem afvallen, met mogelijke eetstoornissen tot gevolg, vindt het Franse parlement. Souvent les mannequins sont soumis à des pressions très fortes de la part des agences, de la part des couturiers pour perdre toujours plus de poids. Il suffit de regarder les images des derniers défilés. Volgens de nieuwe wet, die vandaag in het parlement werd aangenomen, moet elk model daarom een doktersverklaring hebben van een gezond gewicht. Sommige modellenbureaus zijn kritisch. Niet alle dunne catwalk-modellen zijn ongezond, zeggen ze. À mon avis, il n'y a pas de problème avec la taille des mannequins. Ce sont des filles qui sont grandes et maigres et jeunes. Ce sont des morphologies. Et elles ne sont pas dénutries ou
pire anorexique. L'anorexie est une vraie maladie. Modellen in de bladen, die dun zijn gefotoshopt, zijn volgens haar veel kwalijker. Maar ook daar is aan gedacht in een nieuwe wet. Vanaf 2017 moet dat bij een foto worden vermeld. Frankrijk is niet het eerste land dat zo'n wet aanneemt. Israël, Italië en Spanje gingen Frankrijk al voor. Nederland is officieel voorzitter van de Europese Unie. Vanmorgen droeg Luxemburg het voorzitterschap over aan premier Rutte. De voorzitter helpt bij het sluiten van compromissen tussen de 28 EU-landen. Verder is hij verantwoordelijk voor de agenda van de Raad van de EU en leidt hij alle vergaderingen. Aan minister Schulz de eer om als eerste over het nieuwe deel van de A4 tussen Schiedam en Delft te rijden. Net na de avondspits ging de weg open voor verkeer. Het gaat om een stuk van 7 kilometer lang. De rijbaan in de richting Schiedam gaat open in de nacht van zondag op maandag. Door de zachte winter valt de energierekening dit jaar fors lager uit. Door hoge temperaturen was er veel minder energie nodig om huizen te verwarmen. Tot nu toe hebben huishoudens gemiddeld €65 bespaard, heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uitgerekend. Bij gevechten in Turkije zijn 54 PKK-strijders gedood. Zeker 8 Turkse militairen raakten gewond. In 2 steden in het zuidoosten van het land wordt al dagen zwaar gevochten. Sinds juli is er veel geweld tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK. Zangeres Aafje Heijnis is overleden. Heijnis werd bekend door haar warme alt waarmee ze naam maakte in binnen- en buitenland. In 1983 gaf ze haar laatste concert. Aafje Heijnis overleed in een zorgcentrum in Huizen. Ze was 91. En eind jaren 90 kreeg Heijnis nog een gouden plaat voor haar album Dankzij Der Herr. Bijna 5 jaar oorlog, 250.000 doden, miljoenen vluchtelingen. En een conflict dat alleen maar ingewikkelder wordt, Syrië. De internationale gemeenschap is in New York om weer te praten over een vredesplan. Volgens de afspraken moeten de regering Assad en oppositiegroepen op 1 januari beginnen met onderhandelingen. Het begon als een opstand tegen de dictatuur van president Assad. Nu is de oorlog in Syrië veel meer dan een strijd tussen voor- en tegenstanders van zijn bewind. Al die tijd betaalde de burgerbevolking de tol. De luchtmacht van Assad bombardeerde steden zonder onderscheid te maken tussen opstandeling of burger. Terreurgroep IS profiteerde van de chaos in Syrië en nam grote delen van het land in. In september 2014 greep Amerika in. Een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten begon met bombardementen op IS. Een jaar later mengde ook Rusland zich in de strijd. De Russen zijn een bondgenoot van Assad. De VS willen juist dat hij verdwijnt. Eerdere vredesconferenties mislukten. En nu is er dus een nieuwe poging. Nou, zelfs als de partijen het eens worden over een wapenstilstand, staat nu al vast dat de oorlog doorgaat, want IS staat overal buiten. De terreurbeweging is verzwakt, maar nog lang niet verslagen. We gaan naar Wouter Zwart. Ja, we hoorden het net al, hè? Eerdere gesprekken die zijn mislukt. Waarom zou het nu wel goed gaan? Ja, die garantie die hebben we ook niet, maar er moet natuurlijk wat gebeuren. Kijk, het allerbelangrijkste is denk ik nu dat er een voor iedereen acceptabele omstandigheid wordt gecreëerd, dat de strijdende partijen met elkaar om de tafel kunnen gaan zitten. Dat is waar men zich nu in New York op concentreert. Het moet echt een soort stappenplan worden. Ten eerste, hoe komen we tot dat staakt het vuren? Ten tweede, welke partijen mogen er dan straks inderdaad ook aan die tafel mee onderhandelen? En tot slot, hoe zien we nou eigenlijk de toekomst van dat land Syrië? Is dat er nou een met of zonder president Assad? Maar juist over dat laatste punt is natuurlijk al maanden oneenigheid. Ja, precies. Met name, dat hebben we veel gezien, hè, tussen Amerika en Rusland. De een wil dat Assad vertrekt, de ander wil dat Assad blijft. Nu denk ik wel dat we de afgelopen periode voorzichtig
misschien wat toenadering zien tussen die twee landen. En dat ze er misschien op termijn wel uit gaan komen. En dat misschien de conclusie zal zijn dat Assad nu niet moet vertrekken, maar op termijn wel via een overgangsregering. Nou, al zou dat een goede uitkomst zijn, dan nog zitten er aan die onderhandelingstafel ook allerlei andere oppositiegroepen die dat absoluut onacceptabel vinden. Die zeggen, wij gaan helemaal niet onderhandelen aan die tafel als de kern van ons grieven, de kern van onze oorlog, de moordenaar Assad, nog steeds in het zadel zit. Dan zit er aan die onderhandelingstafel nog een belangrijke andere partij. Die zit er voor het eerst en dat is Iran. Iran, grote Sjiïtische speler daar in de regio, die heeft er helemaal niets te maken, wil niets te maken hebben met al die Soenitische oppositiegroepen. Zeggen dat zijn allemaal aan Al-Qaeda geleerde organisaties, dat zijn terroristen. Kortom, het is een ontzettend gecompliceerd verhaal daar. Maar heel ingewikkeld, maar niet hopeloos, hè? Je moet altijd hoop houden. Kijk, het is natuurlijk belangrijk om niet te vergeten dat het goed is dat er überhaupt straks gepraat gaat worden in januari. Ik denk niet dat we daar een paar maanden geleden of een jaar geleden aan hadden kunnen denken. Ik denk dat daar toch wel enige hoop uitgeput kan worden. Wouter, dankjewel. Ondertussen gaan ze op de grond in Syrië door met vechten, met name tegen de Islamitische Staat. Aan de ene kant door de Koerdische rebellen, gesteund door de VS. Aan de andere kant het leger van president Assad, gesteund door Rusland en Iran. Tom Kleine en Roesbeh Kaboli van Nieuwsuur reisden met het Syrische leger mee tot aan het front. Vlakbij Palmyra, een stad die in handen is van IS. We rijden door de Syrische woestijn, door het gebied dat een paar dagen geleden nog in handen was van de Islamitische Staat. We zijn op weg naar Palmyra. De soldaten hier zijn niet op hun gemak. Not safe, not safe and powered. Not safe. So we need to go. Yeah, we go. Strijders van IS liggen verscholen in de heuvels om ons heen. خلف المنطقة هذه كمان منتشرة داعش وموجودة هنيك. النقطة بالاتجاه الشمال وباتجاه الشرق. Het Syrische leger heeft te weinig manschappen, materieel en munitie en is steeds meer afhankelijk van buitenlandse bondgenoten. Nowadays, no. No. Straks in Nieuwsuur de hele reportage. Het kan niet op voor de Nederlandse handbalvrouwen. Op het WK in Denemarken zijn ze bezig met een historisch toernooi. Vanavond bereikten ze daar de finale, ten koste van Polen. Nederland als enige land op dit WK nog niet verloren. De druk staat er volop bij deze overwegend jonge speelsters. Een prachtige break via Tess Wester over het hele veld. En dan is het Michelle Goos die afrondt het handelsmerk van deze ploeg. De snelle omschakeling. Voorsprong na 5 minuten, weer Wester en weer zo'n razendsnelle break, afgerond door Michelle Goos. En zo speelt Nederland opnieuw een ijzersterke wedstrijd en wordt er vanuit alle posities gescoord. Het applaus van Henk Groener na weer een goal. 27-23 in de slotfase. Polen komt nog wel iets dichterbij tot een verschil van 3. Maar Nederland blijft scoren, Nederland blijft geconcentreerd spelen en blijft keihard vechten voor elk punt. Hier is de beslissing bij de goal van Estafana Polman. Wat een sensationele wedstrijd en wat is dit team goed geworden. Eindstand 30-25 en op de vloer natuurlijk een explosie van vreugde, want Nederland staat in de finale van een WK tegen Noorwegen of Roemenië. Het was, we hebben het nog een beetje spannend gemaakt, maar... Ik denk eigenlijk over heel de wedstrijd gezien, maar al gewoon een betere ploeg. En we staan gewoon in de finale. Je zegt van, we hebben het nog even spannend gemaakt. Begon je hem te knijpen? Nee, eigenlijk niet. Het was een beetje zonde dat we eigenlijk in die fase 3 open kansen misten. Anders dan hebben we dat helemaal niet. Maar we stonden alsnog de hele tijd 4 voor, geloof ik. Dus knijpen niet, maar het had ook makkelijker gekund. Zojuist gingen ze dicht, de deuren van het glazen huis in Heerlen. Op slot gedaan door de Carmen Linnets en James Morrison. Serious Request gaat weer beginnen. 3 DJ's van 3FM eten een week lang niets om zoveel mogelijk geld op te halen. Het goede doel van dit jaar, jongeren in conflictgebieden.
Nog één keer kunnen DJ's Giel Beelen, Paul Rabbering en Domien Verschuren flink eten. Voor de deur van het glazen huis op slot gaat. En dat is het voor 6 dagen. Ik weet nog wel van 2 jaar geleden dat ik aan dit moment nog heel vaak heb teruggedacht. Echt de laatste lekkere slok wijn en goed eten. En ja, dat is wel iets waar ik op heb geteerd, eerlijk gezegd. De gezamenlijke actie van het Rode Kruis en 3FM komt voor het eerst vanuit Limburg. Heerle kijkt al ruim 2 jaar uit naar het glazen huis. €300, wat hebben jullie gedaan? We hebben een kerstmarkt op school gehouden en de opbrengst daarvan gaat naar Serious Request. We gaan het record halen, toch? Niet? Gaan we voor. En goed weer, dat scheelt ook. Het zet ons een keer op een andere manier dan negatief op de kaart, heb ik een idee. Ook de burgemeester is blij met de komst van het glazen huis. Het is de eerste keer dat 3FM naar hier komt met het glazen huis. En ik denk dat dat zijn weerga voor de provincie, maar ook voor de regio Parks en Limburg niet kent. De gemeente verwacht dat er 100.000 mensen op het evenement afkomen. Met de veiligheid zit het wel goed, zegt de burgemeester. Het is niet noodzakelijk om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Het is een heel toegankelijk evenement en het wordt gewoon een fantastisch feest. Ik merk wel dat er iets van extra beveiliging is, maar ik denk niet dat het nodig zal zijn. Serious Request is zeker niet de enige goede doelenactie deze maand. Veel organisaties komen juist in december met een actie. Dat is niet toevallig. We zitten in de kerstsfeer en we hebben meer te besteden. Wat komt u allemaal brengen? Boodschappen die we ingezameld hebben voor de voedselbanken. Het is allemaal houdbaar spul. Zo van toiletpapier tot limonade tot je kan ze eigenlijk niet opnoemen, van alles. 176 pakken spaghetti, 50 pakken havermout en 50 pakjes hagelslag. En we hebben gewoon even flink ingeslagen. Waarom doet u dat? Omdat ik het schandaal vind dat het mensen in Groningen op deze manier gevoed moeten worden. Nederlanders geven graag spullen. Liever dan geld. En als het even kan, aan een doel dicht bij huis. En daar speelt de voedselbank de afgelopen jaren handig op in. Het is heel hard nodig, helaas. Zeker hier in Groningen is de armoede erg groot. 1 op de 5 kinderen groeit op onder de armoedegrens. Januari, februari zijn lastige maanden bij de voedselbanken. In december krijgen ze vaak wel vele. Mensen die hun kerstpakket afgeven bijvoorbeeld. Bedrijven die nog iets over hebben. Maar dit is juist allemaal houdbare goederen. Kunnen ze het hele voorjaar, tot aan het voorjaar mee doen. 85% van de Nederlanders geeft wel eens wat. En daarmee zijn we een gul volk. Dat komt door onze geschiedenis. Heel erg veel solidariteit en armenzorg is eigenlijk niet vanuit een belastingfinanciering tot stand gekomen door een overheid. Maar is particulier gefinancierd van oudsher. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we dat met z'n allen gaan betalen via de belasting. Maar die cultuur van vrijgevigheid en solidariteit, die is er gewoon nog steeds wel. En daar maken goede doelen vooral in december gebruik van. De maand dat we iets meer te besteden hebben, iets meer aan een ander denken en we dus ook iets meer voor een ander over hebben. Misschien is het ook een beetje een goed gevoel voor jezelf. We gaan de kerst in, nou, ook voor een ander iets. En het weer dan nu met Marco. Zacht weekend voor de deur? Ja, inderdaad, een heel zacht weekend. Dat was door dit plaatje ook. En als ik erbij ga vertellen waar die foto gemaakt is, ja, dan mag ik het eigenlijk niet over hebben. Want dan ga je denken aan de Elfstedentocht. Deze foto is gemaakt aan de Elfstedenroute. Maar het is hartstikke zacht, geen ijs te zien. Maar ja, in deze tijd van het jaar begin je toch een beetje aan de winter te denken. En dat is het volgende bruggetje. We maken een sprong in Europa. We gaan naar de Alpen. Deze foto is in Brixen in Italië gemaakt in een wintersportgebied. Ja, de piste is wit, maar daaromheen ziet het er erg groen uit. En dat plaatje zien we op veel plaatsen in de wintersportgebieden. De piste is met kunstsneeuw aangelegd, maar verder dus inderdaad weinig sneeuw en heel veel groene pistes. Morgen wel heel veel zon in de Alpen. De sneeuwhoogte die u ziet, dat is op de toppen. In de dalen ligt veel minder en buiten de pistes dus vaak weinig tot niets. Maar ja, het weerbeeld is wel prachtig, het is zonovergoten en het is daar erg zacht voor de tijd van het jaar. Nou, dat is het ook weer bij ons. En zo gaan we naar onze nacht toe met temperaturen die maar amper onder de 10 graden gaan dalen. Het is overwegend bewolkt, misschien een enkele opklaring in het zuidoosten. Het blijft wel droog en de wind waait uit een zuidelijke richting, is matig boven land en vrij krachtig langs de kust. En die zuidenwind zorgt dus voor de continue aanvoer van zachte lucht. Gaat ook morgen overdag door. Dan wordt het in het zuiden plaatselijk weer 14 graden. In het noorden een graad of 11. Windrichting en windsnelheid veranderen niet of nauwelijks. En het weerbeeld ook niet. Want we hebben wolkenvelden, klein beetje zon hier en daar.
En het blijft op de meeste plaatsen droog. Nou, dat droge weer hebben we ook op de zondag. Vergelijkbaar plaatje wat weerbeeld betreft en temperaturen. Gemiddeld zitten we op een graad of 13. De wind wordt geleidelijk iets meer zuidwest. Dat is dan de enige afwijking die we zien. En ook vanaf maandag licht wisselvallig. Er kan wel weer een keer wat lichte regen vallen. Maar er is ook ruimte voor de zon. En de temperaturen blijven overdag in de dubbele cijfers. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS Journaal. De gaswinning in Groningen wordt volgend jaar verder beperkt. Het scheelt 1,5 miljard euro, maar minister Kamp kiest toch voor veiligheid. De Groningers zijn gematigd positief. Straks in Nieuwsuur minister Kamp met een toelichting op zijn besluit. 10 uur op NPO 2. Goed weekend.